Hallo, mijn naam is Lien en ik doe life coaching sessies en teachings of awareness, bewustwording online. Wat is dat eigenlijk, life coaching? Life coaching is met de dingen die gebeuren in je leven, daarmee aan de slag gaan. De uitdagingen die je hebt in je leven, die op een andere manier gaan bekijken. Soms kan het zijn dat een situatie of een persoon dat die heel regelmatig of bijna altijd voor frustratie zorgt of voor dezelfde emoties. En een natuurlijke reflex is om die situatie te willen veranderen of met die persoon afspraken te maken en te zeggen, dat mag je niet meer doen. Nu, als we op die manier gaan kijken naar de situatie of naar de persoon, dan moeten we de hele wereld gaan veranderen. Want je komt altijd wel iemand tegen of een situatie tegen die jou een gevoel geeft dat jij niet leuk vindt. En heel de wereld veranderen, dat is nogal moeilijk. Dus zie die persoon of die situatie die jou een niet zo fijn gevoel geeft als een deuropening. Als een opening om te gaan kijken van, wat zit er bij mij? Hoe komt het dat ik door die persoon of door die situatie steeds getriggerd word? Welke emotie wil ik eigenlijk niet voelen? Van welke emotie loop ik weg? Wil ik liever wegduwen en wil ik liever de andere persoon doen veranderen dan die emotie echt te voelen? Kan ik een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven? Ja. Ik heb ook een situatie dat voor mij moeilijk is. Ik woon op een zeilboot en Guy, mijn heerlijke, fantastische, lieve man, die houdt van alles beter maken. Alles verbeteren, vernieuwen. Dus bijvoorbeeld als wij een ankermanoeuvre hebben en ik heb het eindelijk onder de knie, dan verandert dat ineens. Dus dan moet ik weer iets nieuws leren en moet ik weer nieuwe dingen gaan oefenen. En in het begin werd ik daar kwaad om. Had ik altijd van, maar waarom laat je niet hetgeen dat er is zo? Het werkt toch? Dus waarom vernieuwen, waarom veranderen? Hoe komt dat ik er kwaad van werd? Omdat telkens als er iets nieuw is, maakt mij dat onzeker. En dus ik wou die onzekerheid niet voelen. Dus ging ik aan Guy zeggen van, jij mag dat niet meer veranderen. Je moet het houden zoals het is. Je moet het zo laten, want dit ken ik nu, dit werkt nu, dit geeft mij een zeker gevoel. En als je dat gaat veranderen, dan word ik onzeker. En dan moet ik weer iets nieuws leren. Dan is de kans om fouten te maken groot. En daar loop ik van weg. Dat wil ik niet. Dus wat ik nu doe is die onzekerheid voelen. En bewust worden van het feit van dat ik bang ben om gestraft te worden. Dat ik bang ben om iets verkeerd te doen. Dat ik bang ben dat Guy kwaad gaat worden op mij. Dat er helemaal mogen laten zijn. En de emotie die er dan naar boven komt, voelen. In mijn lichaam. En de gedachten die erbij komen, daar naar kijken, observeren. Heel liefdevol en zacht. Kijken naar wat gebeurt er bij mij. Wat gaat er in mij om? Welke hersenspinsels, welke gedachten komen er naar boven? Waar voel ik spanning in mijn lichaam? Dus het er helemaal laten zijn en heel lief zijn voor mezelf. Heel lief.
onzacht. Ik zie emoties ook heel dikwijls als kleine kindjes die daar ook maar gewoon aandacht willen. Die niet willen weggeduwd worden, maar die gewoon jouw aandacht willen. En die gevoeld willen worden. Hoe pijnlijk het misschien ook voelt, hoe confronterend het misschien ook is en hoe helemaal niet leuk het voelt. Als je die emotie of dat kleine kindje dat bang is, helemaal toelaat om zich helemaal bang te voelen of helemaal verdrietig of helemaal gefrustreerd of helemaal drama mag maken van iets. Als je dat helemaal kan toelaten, ga je merken dat er een bepaalde rust komt. En die rust, dat ben jij. Die rust, het onvoorwaardelijke, zonder oordeel, een liefdevolle, zachte energie. Dat ben jij. Dat zijn we allemaal. En die kan je voelen door wat er is, er helemaal te laten zijn. Ik wens je heel veel plezier met dit te ontdekken en te gaan voelen van wat speelt er allemaal bij mij, welke emoties komen er naar boven en het er helemaal laten zijn en heel lief en zacht zijn voor jezelf. Als je graag een privé sessie hebt online, dan kan je meer informatie vinden op onze website www.lazulisailing.com en daar vind je live coaching en daar vind je onze gegevens. Ik stuur je heel veel liefde en zachtheid en stralende knuffels. Dag!